Goed, geachte professor Pauwels. Met uw wetenschappelijk en professioneel parcours bent u inmiddels een onbetwist vaandeldrager geworden van het kwalitatief hoogstaand Vlaams biotechnologisch onderzoek. Mede dankzij u staat Vlaanderen met zijn biotechnologie aan de top in Europa. U werd in de pers in die zin al omschreven als een beetje de Steve Jobs van Vlaanderen. Dan moet je toch wel... U behaalde het diploma farmaceutische wetenschappen in 1983 aan de KU Leuven en startte een jaar later uw doctoraatsonderzoek bij professor Erik de Klerk aan het REGA-instituut voor medisch onderzoek. Dit instituut is internationaal vermaard omwille van zijn antiviraal onderzoek. Professor de Klerk vroeg u toen te werken aan het op dat ogenblik erg gevaarlijk en nog weinig bekende HIV, de verwekker van AIDS. Waar anderen voor zouden passen, zag u dit als een uitdaging en opportuniteit. Het vervolg is bekend. U deed samen met anderen de belangrijke ontdekkingen en publiceerde meerdere veelgeciteerde papers. In 1980 behaalde u het doctoraat met professor de Klerk en Paul Janssen, de stichter van Janssen Pharmaceutica, als promotoren. In de jury zat toen ook Luc Montagnier, de ontdekker van het HIV. In 1994 stichtte u met de steun van Paul Janssen het biotechbedrijf Tibotec. Met dit bedrijf lag u aan de basis van een aantal van 's werelds meest gebruikte en meest succesvolle AIDS-remmers. Ook Virco zag toen het levenslicht. Met dat bedrijf zocht je naar testen om HIV te ontdekken. Na de overname van Tibotec door Johnson & Johnson verdiepte zich aan de Universiteit van Lausanne in de micro- en nanotechnologie. Dit leidde in 2007 tot de oprichting van Biocartis. Met dit initiatief concentreerde u zich op de ontwikkeling van een mobiel lab in zakformaat dat aan de hand van bloed, speeksel of tumorweefsel snel ziektes kon opsporen. Biocartis werd in 2012 nog verkozen bij de 25 meest innovatieve jonge bedrijven ter wereld op het Wereld Economisch Forum in Davos. Inmiddels focust Biocartis zich op de detectie van kankers. Die opsporingsmethode heeft u vooral vereenvoudigd en zodanig nauwkeurig gemaakt dat meteen duidelijk is welke behandeling het geschikt is voor de patiënt. Daarmee zorgde u voor een omwenteling in de geneeskunde. Biocartis, dat gevestigd is in Mechelen en waarvan u de CEO bent, voert inmiddels 200.000 testen per jaar uit. En een uitbreiding met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen moet in 2017 operationeel zijn. Het strekt u bovendien tot eer dat uw doel ook is om toekomstige gezondheidszorg betaalbaar te houden, zodat het niet alleen toegankelijk is voor de happy few. Geachte heer Pauwels, uit uw onderzoek en uw ondernemende carrière worden gedreven door de noden van de patiënten en door een passie voor het bevorderen van de geneeskunde. U publiceerde in tal van belangrijke medische uitgaven en ontving reeds diverse prijzen voor uw wetenschappelijk en ondernemende prestaties. Als blijk van onze waardering voor uw werk is het mij een eer en genoegen u de Gouden Erepenning 2016 te overhandigen. Moet de vergadering nog kunnen zien. Dus. Meneer de voorzitter, geachte leden van die vergadering. Het is een enorm eer en genoegen om deze erkenning in eigen land, in eigen regio, te mogen ontvangen. Nu, net zoals u vertegenwoordiger bent van de mensen in deze regio, vertegenwoordig ik hier enkele honderden mensen, bij Biocartis en ook honderden mensen daarvoor, die dag in dag uit de grote ideeën, de grote visies die we proberen te hebben samen met die collega's in de praktijk om te zetten. En het is ook belangrijk altijd te onderlijnen dat you never walk alone. Ik sta hier enkel en alleen dankzij de dagelijkse inzet van al die mensen. Nu, in zekere zin is dit ook een beetje een erkenning, een hart onder de riem voor de technologie sector die ik vertegenwoordig. Dat is een sector die heel sterk is en groeiend is in Vlaanderen,
die samen met al die duizenden mensen hier probeert de oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de toekomst. In ons geval de gezondheidssector. En ondanks het feit dat we enorme vooruitgang hebben geboekt, staat die sector onder enorme druk. We worden allemaal ouder, gelukkig. Onze levensstijl maakt dat we jammer genoeg ook opkijken naar enorm veel chronische ziekten. En zaken die we dachten overwonnen te hebben, infectieziekten, vormen een enorm probleem. En ik maak absoluut gebruik van deze gelegenheid om jullie allemaal te wijzen op een heel belangrijke studie van de Cameron Commission, de Engelse overheid, die toch wel een van de meest opmerkelijke studies heeft gemaakt over het probleem van antibiotica-resistentie. Dit is werkelijk belangrijk om daarnaar te kijken, want zonder aanpassing van ons gebruik, misbruik van antibiotica, zonder nieuwe antibiotica en diagnostica, steven wij af op een situatie waar binnen enkele decennia meer mensen zullen sterven van bacteriën die niet meer reageren op antibiotica dan van kanker en alle kankers gecombineerd. Nu, de gezondheidssector belangt ons allemaal aan, want gezondheid is iets heel vreemds. We schatten het eigenlijk pas naar waarde wanneer we het niet meer hebben. En het belangt ons allemaal, want vroeg of laat zijn we allemaal patiënt. Statistieken voor kanker zijn duidelijk. 30-40% van de wereldbevolking zal in zijn leven ergens een diagnose van kanker krijgen. En misschien tot slot enkele zaken. Ik ben een jongen geboren hier in Vilvoorde, niet veraf. Dat was nog de tijd dat het woord geluidsnorm nog moest uitgevonden worden. Het was de tijd van de caravelles. Het was de tijd van, op het moment dat zo'n vliegtuig overkwam, dat een gesprek moest onderbroken worden. Dus als kleine jongen hier in Vilvoorde heb ik letterlijk altijd naar die vliegtuigen opgekeken. En ik zou dat als misschien een kleine analogie willen geven. Iedereen die naar een vliegtuig kijkt, ziet dat daar een linkervleugel aan is en een rechtervleugel. En dat is zeer belangrijk voor de stabiliteit van dat vliegtuig. De meeste mensen zitten wel in de centrale romp. Maar het belangrijkste van zo'n vliegtuig is dat het vooruit vliegt. Dat is de rol van de piloten. De vliegtuigindustrie is de voorbije decennia enorm veiliger geworden. En we kunnen daar trouwens in het zoeken naar nieuwe oplossingen voor onze gezondheidssector heel wat inspiratie halen. Maar het vooruitvliegen, het hebben van bakens, van plaatsen waar het vliegtuig neerzetten, is enorm belangrijk. Dus vandaar ook een oproep van een veel doordrongere dialoog, een veel grotere dialoog tussen de innovatoren. En innovatie gaat niet alle problemen oplossen, maar het is er wel een wezenlijk onderdeel van. Maar wat de innovatoren nodig hebben, is GPS-coördinaten, is luchtverkeersleiders, is nieuwe bestemmingen. Dus met deze dank ik jullie nogmaals hartelijk namens al mijn medewerkers vandaag en in het verleden om toch wel een heel belangrijke erkenning die ik enorm waardeer hier ontvangst te nemen. Dank u wel.